Hi Laurens, de tafel staat feestelijk gedekt achter jou. Wat staat hier? Nou, hier staat een heerlijke Chinees-Indische maaltijd voor de leden van de Kleine Kerkenraad. En we zijn hier in de kerk. Wat moest je doen om zo'n uitnodiging te krijgen? Dan moest je bepaald vrijwilligerswerk gedaan hebben binnen de Kleine Kerkenraad. En ik heb het wisseling van de wacht genoemd. En het is ter gelegenheid van diegenen die afscheid hebben genomen en diegenen die binnengekomen zijn. Dus diegenen die binnengekomen zijn, die hebben nog niet zoveel gedaan. Maar diegenen die afscheid nemen, die hebben al jarenlang heel veel werk gedaan. Hé, hey, dankjewel. Dan is het nu tijd om met elkaar te roepen, volgens mij, aan tafel. Aan tafel, zou ik ook zo zeggen. Hé, hey, mag ik jullie even storen? Bij wie ben ik aan tafel? Wie zit hier? En wie zijn jullie allemaal? Wie ben jij? Marij. En wie ben jij? Celine. En wie is dit? Broertje Tom, hè? Ja. Tom krijgt ook wat te eten. Hebben jullie een eigen plek aan tafel? Ja, dat dacht ik al, Marijn, want jij zit op een hele speciale stoel. Is dat jouw stoel? Ja, hè, dat is jouw speciale stoel. En dan nog één vraagje en dan kunnen jullie lekker rustig eten. Dan ga ik wel weer snel weg. Hebben jullie wel eens bezoek? Een gast? Er komt wel eens iemand eten. We hebben wel eens een gast. Wie eet wel eens mee en wie zit dan daar op de plek van papa? Jij, nou? Oma? Oma Lien, hè? Komt oma Lien eten, ja. Hè? En die zit dan daar, hè? Nou, wat gezellig. Ik zou zeggen, eet smakelijk allemaal. Dag familie van Dijk. Dag.